15 augustus, Maria Hemelvaart. We zijn in Fiumicino, de havenstad van Rome. Want daar wordt het feest op een hele bijzondere manier gevierd. De Madonna wordt uit de kerk gehaald en op een boot gezet. Elk jaar op een andere vissersboot. Er wordt gestreden om de eer om de Madonna te vervoeren. Zoals u ziet is er een verschrikkelijke storm opgestoken. Wij mogen mee met de Guardia Costiera, de kustwacht, die ervoor moet zorgen dat alles zonder ongelukken gebeurt. En een gebedje is ook niet overbodig, denk ik. We zijn net op de boot gestapt van de Guardia Costiera met een paar stoere matrozen. En we hebben veiligheidsvesten omgekregen en dat lijkt niet overbodig, want het wordt woester en woester het weer. Maar nou, we vertrouwen erop dat de Madonna ons zal beschermen, want we gaan nu naar de processie. Ovviamente una volta è stata lasciata la corona qui nel canale, non si poteva uscire. Het is één keer gebeurd dat de krans hier in het kanaal is gegooid en niet op open zee, omdat het zo stormde. En hij heeft net gehoord dat ze van plan zijn om wel de zee op te gaan, maar zelf ziet hij dat een heel klein beetje bezorgd tegemoet. De enige oplossing is gebed. Daar is de krans. Ja, zo waar. Daar komt de Madonna aan. Ze trotseert de storm. Ze heeft haar handen gespreid alsof ze de golven tot bedaren wil brengen. Daar gaat ze de boot op. Dankzij haar bescherming. Ze wordt teruggebracht naar de Santa Maria del Porto. De vissers zijn een beetje teleurgesteld omdat ze haar niet hebben kunnen begeleiden in een processie de volle zee op. Maar ongetwijfeld zal de Madonna toch zorgen voor hun bescherming dit jaar.